We gaan het vandaag hebben over het onderwerp en de persoonsvorm. Daarvoor kijken we eerst naar deze zin. Mijn vrienden gaan naar Londen. We gaan nu een beetje met deze zin werken. Ik ga er bijvoorbeeld iets aan veranderen. In plaats van mijn vrienden gaat op dit moment alleen Jan naar Londen. Ik pas dus één ding in die zin aan. Er staat nu Jan gaan naar Londen. We merken onmiddellijk dat die zin nu niet meer klopt. We moeten daar nog iets anders aan aanpassen. Logischerwijs gaan we nu zeggen, kijk, Jan gaat naar Londen. Ik paste één ding aan in de zin, maar ik moest er onmiddellijk twee aanpassen. Hoe komt dat nu? We gaan eens kijken. Om het onderwerp en de persoonsvorm te vinden, kunnen wij altijd een ja-nee-vraag maken. In het geval van mijn vrienden gaan naar Londen, wordt dat ja, mijn vrienden naar Londen. Het eerste woord in een ja-nee-vraag, dat is onze persoonsvorm. Die heb ik gewonnen. Gaan mijn vrienden naar Londen. Daar onmiddellijk langs staat het onderwerp. Dus dit wordt nu, gaan is de persoonsvorm, mijn vrienden is het onderwerp. Als ik in een zin het onderwerp aanpas, zien we hier, mijn vrienden werd in dit geval Jan, dan moet ik ook de persoonsvorm gaan aanpassen. En als je heel goed aan de naam denkt, moet dat wel lukken. Want het woord is eigenlijk de persoonsvorm. De vorm van de persoon. Het werkwoord neemt de vorm van het persoon aan. Mijn vrienden gaan of Jan gaat. Niet elke zin beschrijft een actie. In dit geval, gingen mijn vrienden naar Londen of ging Jan naar Londen? Maar soms zeggen we ook gewoon eens iets over iemand of iets. Bijvoorbeeld, bloemen kunnen mooi zijn, die moeten daar heel weinig voor doen. We nemen de volgende zin erbij. De jongen is erg mooi. Ik pas daar opnieuw één ding aan. Niet één jongen is mooi, maar ik ga dat nu zeggen over een aantal jongens. Opnieuw merk ik, de jongens is erg mooi, klopt niet. Ik moet daar nog iets aan aanpassen. Ik pas opnieuw hetzelfde aan. Ik moet hier de jongens zijn erg mooi van maken. Heb ik nu hetzelfde aangepast in deze twee zinnen? We gaan eens kijken. Ik maak er een ja-nee vraag van. Is de jongen erg mooi? Is de jongen erg mooi? Het eerste woord in een ja-nee vraag is altijd de persoonsvorm. Het woord daarna is het onderwerp. Dus, is de persoonsvorm, de jongen is het onderwerp. Ik paste in deze zin het onderwerp aan en ik moest daar de persoonsvorm opnieuw mee aanpassen. We noemen dat het getal van het onderwerp en de persoonsvorm. We passen altijd het getal van die twee dingen aan. Wordt mijn vrienden enkelvoud, meervoud, enkelvoud, dan gaat mijn werkwoord ook veranderen van meervoud naar enkelvoud. Omgekeerd gaat ook, verandert mijn onderwerp van enkelvoud naar meervoud, dan verandert mijn persoonsvorm ook van enkelvoud naar meervoud. PV en onderwerp horen altijd samen.